Goedendag, ik sta hier in de studio van Weerplaza, de nieuwe studio. En die studio die gaan we bijna in gebruik nemen. We zijn nu al druk aan het oefenen en eigenlijk hadden we natuurlijk al klaar willen zijn, maar door de coronacrisis is dat allemaal wat vertraagd. Neem niet weg dat we wel aan het oefenen zijn. Alfred is hier bezig, Wilfred is hier bezig. Zelf heb ik ook weer de eerste stapjes voor de camera gemaakt. En langzaam maar zeker komt alles samen. Bijvoorbeeld alleen maar zonneschijn en temperaturen van zo'n 16 tot 19 graden. In het zuiden zelfs 20 of 21. De komende dagen dan zien we dat het nog grotendeels droog blijft. Met vooral donderdag nog veel ruimte voor de zon en hoge temperaturen. Vanaf vrijdag meer bewolking. En dan neemt ook geleidelijk de kans op een enkele bui. De studio van Weerplaza is een one-person studio. Eén persoon moet hier gewoon alles regelen. De opname, het geluid, het licht en ook de presentatie. En het grote voordeel daarvan is dat omdat je alleen bent, je ook niet echt rekening hoeft te houden met 1,5 meter afstand. En daarom kunnen we ook de komende tijd weer verder gaan werken in de studio. Omdat de techniek bijna helemaal op orde is. Er moeten nog een paar dingetjes aangepast worden. Het ziet er dus allemaal prima uit voor de komende tijd. En in de studio kunnen we gebruik maken van meerdere sets. Ik sta nu voor een groot groen scherm. En dat grote groene scherm dat kan allerlei informatie projecteren. Maar we hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een grote televisie. Dit is dat grote beeldscherm waar we mee kunnen werken. Het is ook interactief. Ik kan hier ook allerlei dingen op tekenen. En dat maakt het natuurlijk extra aantrekkelijk voor een meteoroloog om dingen te duiden. Dat gaan we dus binnenkort allemaal doen. Af en toe laten we al even een filmpje los op social media. Vandaag hebben we Alfred voor het scherm gezet. Die had een mooie presentatie over vallende sterren, maar natuurlijk ook weersverwachtingen gaan we laten zien. Dat mag duidelijk zijn. De komende nacht, rond een uurtje of 4, dan wordt er een piek verwacht. Want meestal zijn het zo'n 5 à 10 die je kunt waarnemen in de nachtelijke uren. Maar op de piek zitten we op zo'n 15 à 20 van die zogenaamde vallende sterren. Dus hopelijk gaat u ons vinden binnenkort bij Weerplaza, ook op video met heel veel verschillende producten.